Mark, volgens mij heb jij op 7 beurzen gestaan dit jaar alleen al. Ben je niet beursmoe? Ja, ik weet niet of het maar af te zien is, maar 7 beurzen is voor dit jaar absoluut voldoende geweest. Maar serieus, je hebt dit gedaan natuurlijk om de naam Helexa goed in de markt te brengen. Is dat gelukt, denk je? Ja, ik denk dat het absoluut geslaagd is, want je krijgt reacties uit verschillende hoeken. En ook reacties uit twee verschillende, ook in indirecte sfeer, zeg maar. Dus niet alleen direct klanten en eindverbruikers, maar ook connecties uit hele onverwachte hoek. Nou, ik zie van de posters dat jullie activiteiten zijn onder andere dikke platen en snijden. Zijn het twee losse activiteiten? Nee, absoluut niet. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De platen, dat was ons hart, de handel in de handelsactiviteiten in RVS-plaat. De waterstraalactiviteit, de waterstraalsnijactiviteit hebben we eraan toegevoegd om de handel te versterken aan de ene kant. En aan de andere kant om eindverbruikers te kunnen helpen en het te voldoen van hun vraag. Dus even over de toekomst. Ga je bijvoorbeeld handelen in dunne platen? Nee, absoluut niet. We zijn weggegaan van commodities en ons gericht op de niches, in de niches, roest van staal. Dus van een breed palet van legeringen, van de 304's, de 321's, de duplexen en de superduplexen. En allemaal tot op dit moment zo'n 130 mm dik. En even checken, je snijapparaat, is dat nog steeds een van de grootste? Zonder twijfel.